Deze meid heeft de afgelopen 5 dagen haar tijd doorgebracht in Oostenrijk op wintersport. Ik heb echt oprecht zo'n super mega leuke fijne vakantie gehad. Wij gaan altijd met de familie naar Westendorf in Oostenrijk. En Westendorf is gewoon een heel klein beetje mijn tweede huis. Altijd als ik daar kom, dan ben ik gewoon zielsgelukkig, kan ik alles vergeten en kan ik gewoon optimaal genieten van mijn vakantie. Er is alleen één klein probleem in mijn leven en dat is dat ik het super, maar dan ook echt super mega moeilijk vind om te vloggen in Oostenrijk. Eerlijk is eerlijk, je staat gewoon de hele dag op de skis en 's avonds ga je naar de après-ski. En dat is een beetje hoe elke dag van de week er daar uitziet. En Pamela heeft blijkbaar heel veel moeite gehad om dat allemaal vast te leggen. Maar ik vond het veel te zonde om jullie helemaal niks te laten zien van mijn wintersportvakantie. Want ik wilde het gewoon heel graag met jullie delen. Dus het is gewoon een beetje anders geworden dan mijn normale vlogs. Ik hoop alsnog dat jullie het leuk vinden om naar deze super vette beelden te gaan kijken. Kijk lekker mee met mijn fantastische, heerlijke wintersportweek. Vandaag ga ik de GoPro even meenemen, dus ik ga voor jullie filmen tijdens het skiën. Eindelijk, ik wilde dit echt al jaren doen. Dus ja, dat ga ik vandaag doen. Ik wilde even nog update geven hoe het vandaag was. Het was mega koud. Het was van min 20 bovenop de berg. Dus ik ging dood. Maar goed, ik had 100 laagjes aan. Dus het was overleefbaar. Alleen ik had hele koude handen. Maar het skiet wel heel fijn. Want het zijn nul heuvels. En het is helemaal glad. En helemaal top. En helemaal mooi. We zijn thuis van het après-skiën. En wij komen hier binnen. En dus, Summer wil naar de badkamer gaan. En er is één grote dampoelucht. Wees blij dat er nog geen geur bestaat door YouTube. Find it.
Het is vrijdag vandaag en we gaan naar huis. En ik haat het. Ik ben weer lekker thuis en ik mis Westendorf nu al. Dit is niet normaal, mijn stem. Mijn stem is helemaal weg, zoals jullie horen. Ik heb een hele fijne week gehad. Echt niet normaal. En ik mis het gewoon nu al echt heel erg. Ja, Westendorf is gewoon een heel klein beetje mijn tweede huis. In de winter. Dus ja, ik weet niet. Het is altijd gewoon heel erg kut om dan weer terug te gaan naar Nederland. Maar ik ga nu gauw slapen, want ik moet deze stem ook rust gaan geven. Ik moet morgen weer naar school, dus ik moet weer heel vroeg opstaan. En dan ga ik bij deze de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!